Ja, we zochten iets wat een beetje lijkt op tuk-tuk, wat zo'n soort wagentje is het. En ook iets wat makkelijk te onthouden is en wat mensen niet snel vergeten. Het is een vreemd ogend autootje dat door de straten van een paar Haarlemse wijken rijdt. Maar dat heeft een belangrijke missie. Het brengt en het haalt de vaak oudere en minder valide wijkbewoners waar ze anders niet kunnen komen. Naar de kapper, naar de dokter, naar de fysiotherapeut, even een visje eten, even naar de markt, even naar vrienden of kennissen die ergens wonen waar je niet meer makkelijk komt. Het buurthuis Het Trefpunt in de wijk Haarlem-West is voor mevrouw Ippenburg van levensbelang. Door hier elke maandag met een paar buurtgenoten te eten, kan ze de lange week alleen thuis wat beter aan. Ik zal je vertellen, sinds een paar weken kom ik hier voor het eerst. En ook op advies van de arts, omdat ik te veel alleen ben. Maar ik kijk, in het weekend kijk ik er al naar uit als het vandaag maandag is, dat ik hier naartoe kan. Ik ben te eenzaam. Dus het is heel belangrijk. Ja. Ik ga mevrouw Ippenburg en mevrouw Zwaanswijk naar huis brengen. We rijden niet al te hard hoor. Je bent altijd van anderen afhankelijk als je ergens wil komen. En dat vinden veel mensen vinden dat echt vervelend, zeker als ze zelfstandig zijn geweest. Willen ze dat graag zelf blijven regelen en ook dat het plezierig is. Ga ik u eerst even in de... Wijkbewoners zoals Kik Vergers maken het mogelijk dat mevrouw Ippenburg komt waar ze het gezellig vindt. Maar ook tijdens het ritje levert hij haar iets waardevols. Ja, hij zit. Zij dragen mede dit project. Dus zij zijn ook het gezicht van de dienstverlening. Ik zoek de chauffeurs die ook leuk vinden om een praatje te houden. En juist met mensen te zeggen van, goh, waar gaat u heen? Of weet u al dat er iets leuks te doen is in het buurthuis? Dat is echt belangrijk voor mensen om dat praatje te hebben. En je hoort gewoon hele leuke verhalen. Ook als ze al heel lang in een buurt hebben gewoond en ik ken de buurt een beetje, dan kunnen zij een fantastisch verhaal vertellen over hoe het was vroeger. Het is goed voor je nieren. Ik heb een hobbelweg gezien. Ja, dat is hier heel erg. Maar ja, het wordt steeds bekend. Daarom loopt het voor ons ook zo moeilijk met ons karretje. Ik heb bijvoorbeeld hiervoor. Zo'n 10 jaar als vrijwilliger bij de voedselbank geweest in Haarlem. Dan kom je natuurlijk verhalen tegen waar je geen weet van hebt. Dan leer je denk ik toch een beetje een andere maatschappij leren dan je gewend bent. Ja. Wie mag nu mee? Meneer Versloot, die is... Die heeft ook gegeten? Volgens mij heeft hij hier ook gegeten, ja. Maar u woont helemaal alleen? Nee, ik heb geen vrouw meer. Overleden. Ik kom hier in een leeg huis. En? Is dat lastig? Ja, dat valt niet mee. Nee, hè? Kan me voorstellen. Ik was 50 jaar getrouwd. Zo, dat is nogal wat. En dat hebben we net nog gevierd. Aha. Zo, daar zijn we. Het project Soef Soef staat nog maar in de kinderschoen in Haarlem. Maar de animo om het uit te breiden is er. Ook onder de gebruikers. Dit is een leuk vak. En ik hoop dat we binnenkort nog wat meer chauffeurs krijgen. En nog meer autootjes. En nog meer autootjes. Ja, precies.